Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast vanuit Nederland op dit moment. We zijn de gast bij Els van Stijn in Utrecht. En daar zijn we omdat dat iemand is die een heel mooi boek heeft geschreven. Daarover gaan we het hebben. En omdat zij ook de coach is van Cindy. En Cindy vertelt dan altijd hele spannende verhalen als zij thuis komt. En toen dacht ik van, nou weet je wat we doen? Wij gaan op bezoek bij Els, vandaar dat we er zijn. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Welkom. En Cindy is met de reden naar jou toegekomen. Dat was naar aanleiding van het boek. Mm-hmm. En dat boek gaat over familieopstellingen. Mm-hmm. Daarover gaan we het hebben. En wat natuurlijk voor ons interessant is, want we hebben het altijd over iedereen moet een coach hebben. Wat was jouw reden om naar Els toe te gaan? Nou, in eerste instantie, elk jaar vind ik het leuk en interessant om iets te leren, een thema te pakken. En ik hoorde heel veel positieve verhalen over familieopstellingen. En ik dacht van, goh, dat vind ik interessant. En zo kwam ik bij Els haar boek terecht, De Fontein. En daar begon ik in te lezen. En ik dacht van, ik wil hier meer van weten. En wie is deze vrouw? Want daar kan ik vast heel veel van leren. En zo ben ik bij jou terechtgekomen. En ja, ben ik eigenlijk een jaar lang met jou meegelopen. En ontzettend veel van je geleerd. En alles wat ik leer, wil ik heel graag doorgeven bij de Mastermind Academy. Dat is eigenlijk ooit de reden waarom we het zijn begonnen. Dat ik toen tegen jou zei van, waarom leer je dit niet op school? Nou, familieopstellingen zou ik ook zeggen. Ik zou willen dat iedereen daar eens naar gaat kijken. Ja. Dus vandaar deze podcast. Ja. Nou, kennen jullie elkaar ongeveer een jaar volgens mij? Klopt. En dan vind ik het leuk om van jou te weten. Dan komt er iemand bij jou binnen die je niet kent. Mm-hmm. En dan een jaar later. Wat zie je dan ontwikkeling, verandering? En ik vind Cindy een mooi voorbeeld, maar ook met andere mensen die je hebt natuurlijk. Zie je dan dat er iets ontwikkelt? En wat is dat dan? Ja, meestal zie je een hele mooie ontwikkeling, maar ook niet altijd. Ik bedoel, ik kan geen wonderen verrichten, zo simpel is het. Want iemand moet nog steeds altijd zelf veranderen. Ik kan dingen aanreiken, maar iemand moet het wel zelf oppakken. En wat ik vooral bij Cindy zie, is dat ze een bepaalde innerlijke rust op een dieper niveau heeft gekregen. En dat zie ik terug in haar gezicht, dat ik op een bepaalde manier nog zachter in plaats van wat gestold vond. En ik hoor het ook en ik zie het terug in haar stem. Daar zit een bepaalde diepte in die heel goed aangeeft dat ze heel goed verbonden is met wie ze in essentie is. En je bent pas in mijn optiek goed verbonden met jezelf als je je ouders helemaal hebt aangenomen. Pas dan ben je in staat eigenlijk om helemaal ja ook tegen jezelf te zeggen. En dat hoor je ook in stemmen terug. Dat zie je in gezicht, dat zie je in een bepaalde rust, maar ook in combinatie met een energie die dan tot stand komt. En dat vind ik bij Cindy, ja. Dat je dat terug kan zien. Ja, ik weet nog dat ik bij jou binnenkwam. Het is nu precies een jaar later. Mm-hmm. En ik was gisteren in het vliegtuig. En ik dacht van, oh, het is even een mooi moment om terug te reflecteren naar toen ik bij jou binnenkwam. En toen zei je ook tegen mij van, soms ben je een beetje een wandelend hoofd. Mm-hmm. En dat betekent dat je heel erg in je hoofd leeft, maar je lichaam ook wat minder bewoont. Waardoor je soms een beetje wegzweeft. Of er eigenlijk niet echt in hier en nu bent. Dus ja, je bent eigenlijk overal met je gedachten, maar wat minder hier met jou of hier aan tafel. Mm-hmm. En dat is heel grappig om te ervaren. Dat het ook daadwerkelijk zo was. Mm-hmm. En dat het nu anders is. Yeah. En wij zijn natuurlijk heel vaak met de Mastermind Academy heel erg doelgericht. En dan, ja, iemand heeft een ton omzet verdiend. En nou, dan komt de confetti-machine bijna aan en het hele publiek gaat applaudisseren. En iemand is 30 kilo afgevallen. Ook te gek. Maar als wij eigenlijk roepen, wat natuurlijk ook bij ons gebeurt, van oh, iemand heeft zelfliefde gevonden of voelt weer enorme kracht in zichzelf, in zijn lichaam. Ja, dan kijkt het publiek een beetje van, oké. Ja, leuk. Het is natuurlijk wat minder concreet. En dat vertelde ik ook gisteren aan jou, van, het is zo'n onbeschrijfelijk gevoel als je die energie en die kracht weer voelt. Dat werkt door in alles wat je doet. En familieopstellingen gaat denk ik vooral over gedragspatronen. Wat heel erg interessant is om te kijken van, hoe ga ik in het
dagelijks leven loop je tegen bepaalde zaken aan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld enorm please gedrag. Altijd maar alles regelen. Mm-hmm. Voor iedereen. Bijvoorbeeld stel, er moet iets gebeuren op school. Jij bent altijd de moeder die dat voorop loopt. Iedereen loopt weg bij werk en vraagt nog even, wil jij dat nog even doen? Yeah. En jij gaat het toch even doen. Of je vindt het heel lastig om voor grote groepen te spreken. En je communicatie, je marketingadviseur zegt, oh, je moet zichtbaar zijn. En jij denkt, oh mijn god, ik vind het echt verschrikkelijk om zichtbaar op social media te zijn. En wat zullen anderen wel niet van me denken? Of je hebt een discussie op werk en terug op de fiets denk je, en toen had ik eigenlijk dit en dit moeten zeggen. Maar je klapt altijd helemaal stil. Ja. Al dat soort patronen komen vaak terug. En soms weet je ook wel dat het niet handig is, maar het lukt je maar niet om daar anders mee om te gaan. Ja, dat herken ik heel erg. En ik ben van oorsprong begonnen als gedragstrainer. Dus ik heb mensen geholpen op het gebied van vaardigheden. Maar je ziet soms, je weet dat ze het kunnen, maar op bepaalde momenten kunnen ze het niet. Nou, dan ga je weer een stap verder. Dan ga je op overtuigingsniveau. Nou, daar kan je ook wel iets in veranderen. Maar op bepaalde momenten lukt het dan ook weer niet om wel dat juiste gedrag te laten zien. Of in ieder geval dat handige gedrag. Laat ik het zo formuleren. Mm. Nou, toen ben ik weer dieper gaan graven. Waar zit dan die hefboom om wel iemand bepaald gedrag wat hij graag zou willen vertonen, om dat tot stand te brengen? Nou, dan kom je op identiteitsniveau, kom je te praten. Maar ook dan zijn er nog steeds mensen die het op essentiële momenten niet kunnen oosten, niet kunnen scoren, niet succesvol kunnen zijn. Want dat kan ook weer te maken hebben met je systeem van herkomst. Patronen die je in het dagelijks leven vertoont, die kan je altijd terugvoeren op het systeem van herkomst. Dus heb jij misschien voor een ouder gezorgd op een bepaalde manier? Dus je hebt te veel verantwoordelijkheid op je schouders genomen. Dan ga je dat patroon ga je terugzien in je dagelijks leven. Dan ben jij waarschijnlijk die moeder die altijd daar iets in die klas staat te doen. Of dat jij altijd in die vergadering, oké, ik doe het wel. Of die altijd alles voor de baas uit de weg voorbereidt, zodat het allemaal helemaal klaar is. Maar de vraag is, wiens verantwoordelijkheid is dat? En ik zie dus dat herhalende patronen in iemands huidige leven, dat je die dus altijd kan terugvoeren op je systeem van herkomst. En je systeem van herkomst is het systeem waarmee je de bloedband hebt. Dus we praten hier niet over adoptiesystemen, want een adoptiekind is trouw aan het biologische systeem. Ook al kent het kind in essentie niet dat biologische systeem, maar ergens sta je er toch mee in contact. Hoe kan dat? Dat is een goede vraag. Ja. Ik heb geen flauw idee. Oké, maar het is gewoon zo. We zien dat door het volgen van heel, heel veel mensen ondertussen, ja, dat bepaalde patronen er gewoon zijn, hoewel we het niet kunnen verklaren waarom het zo is. Oké, maar we kunnen dat aannemen. Ja, want even terug voor de luisteraar. De fontein, zoals jij het zo mooi hebt omschreven, om het denk ik een beetje visueel zichtbaar te maken, en het familiesysteem, want daar heb jij het eigenlijk al over. Ja. Wat is dat dan precies? Ja, ik ga ervan uit dat je in de zogenaamde fontein moet gaan staan om goed je plek in het dagelijks leven in te kunnen nemen. En misschien kan je je voorstellen een fontein met verschillende bakken met water. Bovenin staan ergens je voorouders. Hier staan je opa's en oma's met z'n vieren. Hier staan je biologische ouders. En jij staat in die bak daaronder met jouw broers, zussen en miskramen, geaborteerde kinderen, halfbroers, halfzusters. Geen stiefbroertjes, hoe noem je dat? Moet een bloedband erin zitten. Op volgorde van geboorte sta je daar. En in de bak daaronder staan jouw kinderen. Weer miskramen, geaborteerde kinderen, et cetera. Zo heeft iedereen één plek in die onzichtbare fontein. En die ene plek die is niet beter of meer waard dan de ander. Het is gewoon jouw plek. En het blijkt dat als je op die plek gaat staan, dat je met meer gemak je plek in het dagelijks leven kan innemen. Dus je kan ook bijna uittekenen dat mensen die structureel gedoe in hun leven hebben, relaties die niet lekker lopen, altijd mot met de bazen boven zich,
te veel verantwoordelijkheid op hun schouders laden, te snel schuldig voelen, dat die niet goed in die onzichtbare fontein op de eigen plek staan. En je kan ook anderzijds uittekenen dat mensen die wel goed staan, daar zie je gewoon dat dat leven soepeler verloopt. Want de patronen die je laat zien in die onzichtbare fontein, die herhalen zich later in je dagelijkse leven. Dat is ook altijd zo. Dat is mijn ervaring van wat ik gezien heb. En ik heb ook intervisie met mensen die hier ook heel ver in ontwikkeld zijn. En ook in de wereld. En dit is wat we zien. Ja, want ik ben leek. Jullie praten hierover. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, dat kan toch helemaal niet. Ja. Want dat verzin je leuk. Dat is leuk bedacht. Maar ik wil dus omdat mijn opa of mijn oma of omdat mijn oma misschien een miskraam heeft gehad. Daarom gedraag ik mij nu zo. Mm-hmm. Denk ik van nou, dat is wel heel ver gezocht. Ja, nee, dat kan me voorstellen dat je zo dat mijn eerste gedachte is. Maar ik zal zo'n concreet voorbeeld geven om dit helder te maken hoe die doorwerkt. Mijn moeder, die is 11 jaar geleden overleden. Dat is een prachtige vrouw. Was arts. Een stevige, prachtige dame. En ze had één ding waar ik veel last van had. En dat was dat ze op een bepaalde manier overbezorgd over mij was. Dus aan de ene kant dus een hele stevige dame die haar weg in het leven prima kon vinden. En aan de andere kant kon ze heel slecht met haar angsten omgaan. Dus als klein meisje ben ik voor haar gaan zorgen. Hoewel zij in de praktische zin voor mij zorgde. Dus dat betekent, ik was braaf. Ik was op tijd thuis. En als ik ergens als ik iets lastig of ingewikkeld vond, dan ging ik dat niet met mama delen. Want dan zou zij bezorgd worden. Dan had ik van, nou, dat wil ik haar niet aandoen. Dus dan neem je het besluit, eigenlijk, ik doe het wel alleen. En dat patroon gaat zich later ook weer in de rest van je leven herhalen. Bij jou dan? Bij mij, maar ook bij iedereen die dit soort patronen heeft. Want je kan op allerlei manieren voor een ouder gezorgd hebben. Bijvoorbeeld dat je intermediair bent tussen je ouders omdat het huwelijk niet zo lekker loopt. Of omdat er je boertje of zusje misschien al heel veel stennis schopte, waardoor jij denkt van nou, dan ga ik maar even braaf zijn, want dan gaan papa en mama hebben het in ieder geval makkelijker. Of als een ouder ziek is, of als er bij een scheiding de vader weggaat, dat de zoon zegt van, nou, nu ga ik naast mama staan. Dit is wat je dus een familieopstelling noemt. Het systeem in het patroon eigenlijk. Ja, een familieopstelling is eigenlijk een methodiek om duidelijk te maken hoe je in die hoe die onzichtbare fontein stroomt in jouw leven. Okay. Dus er zijn meerdere principes die achter familieopstellingen zitten. Dus eigenlijk is het dat je moet op jouw plek gaan staan. Maar dat is een systeem. Ja, kunnen jullie straks nog wel uitleggen. Maar je was bij je moeder en je zegt van, jij voorkwam situaties waardoor zij in haar angst ging. Ja, klopt. En dat deed jij bewust. Nee, dat is toch onbewust eigenlijk. Als kind. Ja, want dus je wil niks liever dan eigenlijk bijna alle kinderen willen niks liever dan dat hun ouders goed gaan. Ja, dus heel vaak ontstaat het uit onbewust gedrag wat je toepast als kind. Ja. Zonder dat je dat weet, heeft dat dus heel veel effect op je latere leven. Helemaal waar. En wat is dan bij jou het latere effect geweest? Mijn effect is geweest dat ik heel snel verantwoordelijkheid overnam die niet voor mij was. Toen ik nog heel lang geleden in loondienst zat, pakte ik heel snel en vol automatisme pakte ik allemaal werk over wat niet voor mij was, maar wat bij mijn baas hoorde. Maar ik dacht, ja, dat vond ik doodnormaal. Dus ook in vriendenkringen, dat als er dingen georganiseerd moeten worden, ja, ik voelde dan al heel snel, nou, dan pak ik die verantwoordelijkheid wel. Terwijl de vraag is die verantwoordelijkheid wel bij mij? En ook in relaties pak je ook vaak te veel verantwoordelijkheid dan voor je partner. En dat kan ook, je vraag is of dat goed is voor de relatie. Ja. Ja, ik pak even een stuk uit je boek. Lieve, brave meisjes, jongetjes-syndroom. Ooit heb ik vooral geleefd volgens het uitgangspunt, als ik maar hard werk, niet klaag, kwaliteit lever, lief, aardig, slank, slim ben en niet zeur, want er zijn mensen die het veel zwaarder hebben dan ik,
zie de wereld en mijn omgeving wel hoe eerlijk en rechtvaardig het is om ook aan mij te denken en mij kansen te geven. Dan zal de ander me zien staan, krijg ik mijn promotie en realiseren ze zich hoe stom ze zijn geweest om mij buiten te sluiten en over te slaan. In dit patroon wilde ik onschuldig blijven en geen vuile handen maken. Ik bleef toeschouwer van het leven in plaats van te vechten voor mijn plek en wat ik wilde. En een stukje daaronder zeg je, om te groeien moet je je schuldig maken. Je kunt niet uit de dynamiek van het goed en kwaad blijven. Je zult altijd fouten maken, stomme dingen doen, op iemand zijn tenen staan en ruimte innemen die de ander ook zo graag had gewild. Ja, het om te groeien moet je je schuldig maken. Mm-hmm. Je stelt je eigenlijk je moeder misschien wel dan teleur voor jouw gevoel. Juist. Ja. En daarvoor moest ik me schuldig gaan maken. Om als ik wel voor mezelf zou gaan kiezen. Want ik ben dus heel braaf geweest. Ik ging geen spannende dingen uitproberen. Dat ben ik pas veel later in mijn studententijd ben ik gaan doen. Dan voelde ik me heel schuldig. Dat ik spannende dingen deed. En ik wist dat mijn moeder daar... ja, wakker van zou liggen, niet leuk vond. Maar als ik niet mezelf zou volgen, dan zou ik... en dus eigenlijk voor mijn moeder ga zorgen door dus bepaalde dingen dan maar niet te doen... dan ben ik het lieve, brave meisje. En op zich is het fijn als de wereld oog heeft voor elkaar. Dat moeten we ook zeker niet uit het oog verliezen... Maar je moet wel je eigen leven gaan oppakken. En daarvoor moet je je dus schuldig maken. Want stel dat je in een relatie zit bijvoorbeeld ook... waar je weet, nou, die relatie is niet meer goed voor jou. Dus je gaat het uitmaken. Maar je weet dan dat je partner diep verdrietig is... compleet van de leg zal zijn. Ja, wat doe je dan? Je kan het lieve brave meisje of jongetje kan je zijn door dan maar in die relatie te blijven zitten die niet goed voor jou is. Maar dan ben je wel op een bepaalde manier voel je wat onschuldig. Want je hebt dan geen wond als het ware bij een ander aangebracht. En niemand zal ook in je teleurgesteld zijn, et cetera. Dan ben je onschuldig. Dat vinden we vaak heel fijn. Terwijl om jouw leven te leiden moet je ook soms dingen doen die voor jou goed zijn. Die de wereld misschien... minder fijn vindt. En uiteraard moeten we binnen de wet blijven... en we moeten niet het criminele pad opgaan. Maar je moet wel leren om, wat ik ook noem, je daderschap te nemen. Doordat ik mijn eerste grote stap was om mijn moeder spannende dingen te gaan doen... was een reis van zoveel weken naar Indonesië destijds. Nou, dat vond ze te verschrikkelijk en ik mocht toch echt niet gaan. En ik had van, nou, ik ben 20, ik ga gewoon. Dus ik wist dat ik bij haar... dat ik er pijn deed. Maar als ik dat niet had gedaan... dan had ik nooit mijn eigen leven kunnen leiden. En dan stond ik dus ook niet meer op mijn plek in de fontein. Want ik moet je staat altijd in de kindsbak onder je ouders. Dat is mijn plek. Ik sta op plek 3 in de kindsbak. En, want ik heb een oudere zus. En ik heb nog theoretisch een oudere broer. Maar die heeft het niet overleefd in de buik. Dus die heeft het niet gered. Dus van hem is plek 1, mijn zus is plek 2 en ik ben plek 3. Dus ik moet op mijn plek 3 gaan staan om die onzichtbare fontein op te pakken. Maar daar stond ik dus niet, want ik zorgde voor mijn moeder. Dus dan kom ik niet in de bak van mijn moeder, ik kom er zelfs nog daarboven. En dan krijg je een patroon in je leven dus, dat je makkelijker geeft dan dat je ontvangt. Want ontvangen doe je in jouw bak van de fontein. En dat patroon dat blijft zich dus herhalen. Maar als je op jouw plek gaat staan, dan voel je je dus ook vaak schuldig. Want altijd, ook als je iets ontvangt, voel je je per definitie schuldig. Van stel, ik geef jou iets. Ik geef je een cadeau of inzicht of wijsheid of wat dan ook. Nou, jij kan dat aannemen. Tenminste even, dat weet ik zeker dat je dat op dit moment kan. Ja. Dan... per definitie ga je dan schuldig voelen. Nou, dat vind je een rot gevoel. Dus dat wil je vereffenen. Dus je gaat... teruggeven. Precies. Ja. Dus als ik goed kan ontvangen, neem ik dat weer aan. Ben jij je schuldgevoel kwijt. Maar daardoor ga ik me weer schuldig voelen. En daardoor ga ik weer aan jou geven. En zo kan je een hele mooie uitwisseling van geven en ontvangen krijgen. Maar daarvoor moet je wel kunnen ontvangen. Terwijl... ontvangen eigenlijk heel erg moeilijk is.
geven is makkelijk. Want als ik jou iets geef, dat is makkelijk. Want ik weet dat jij dan als het ware bij mij in de schuld staat. Dat is veilig. Maar als je iets van iemand gaat ontvangen, ga je eigenlijk een verbinding aan. En dat is heel, heel spannend. En op het moment dat je dus niet goed in de fontein staat, want je moet op jouw plek in de kindsbak onder je ouders staan om te kunnen ontvangen, pas dan krijg je ook eigenlijk echt het vermogen ter beschikking om die balans van geven en ontvangen te kunnen, die loop te kunnen laten bestaan. Want in het verleden had ik, niet mijn huidige echtgenoot, maar had ik een vriend. En die ben ik kwijtgeraakt omdat ik niet kon ontvangen. Ik had een patroon van makkelijker geven dan ontvangen. Want ik was opgestegen in de fontein. Dus ik gaf. Nou, dit is was een gezonde vent. Die kon goed ontvangen. En die wilde mij dan iets teruggeven. Maar ik kon het niet aannemen. Dan voelt hij zich uiteindelijk rot. En het enige verstandige wat hij kon doen is bij me weggaan. Want het is niet uit te houden om wel te ontvangen en niet te geven. Dus zodoende ben ik een goede vent, ben ik kwijtgeraakt. Als het een wat ongezondere persoon was, dan was het wel fijn van ja, veel ontvangen en minder geven. Maar uiteindelijk zou dat ook voor mij heel ja, onbevredigend zijn. Want ik zou niet aangevuld worden op een bepaalde manier. Wat me te veel energie zou kosten en dan loop je uiteindelijk leeg. En dan gaat je lijf op een gegeven moment wel een signaal geven van ja, je moet nu iets gaan doen. Je moet bepaalde thema's aankijken. Mm-hmm. En wat jij toen er straks ook noemde met een wandelend hoofd. Een wandelend hoofd zijn mensen die eigenlijk bepaalde thema's vaak moeilijk willen kunnen aankijken. Want je gaat voelen. En het echte voelen, dat zit in je buik, in je romp. En daardoor is het makkelijker om een wandelend hoofd te zijn. Ga je alles wegrationaliseren. Jezelf overtuigen. Scenario's bedenken. En dat kan ook een prima optie zijn. Maar je moet op een gegeven moment ook je lichaam in. Wat is het verschil tussen emotie en gevoel? Daar zijn officiële definities voor. Mij maakt dat eigenlijk niet zo uit. Ik vind het vooral belangrijk dat mijn cliënten snappen dat gevoelens, emoties, die horen bij het leven. En bepaalde diepe, primaire emoties van eenzaamheid, verdriet, afwijzing, die horen bij het leven. En die heb je te voelen, want dan maken ze je schoon van binnen. Maar heel vaak als je bijvoorbeeld in de fontein, dat je heel boos bent geweest op je ouders omdat ze dingen na hebben gelaten of ze hebben je pijn gedaan of wat dan ook, dan wil je bepaalde gevoelens, emoties niet voelen, waardoor je dus dat wandelende hoofd wordt. Dus een echte definitieverschil vind ik hier niet heel relevant. Nee. Ik zeg altijd, want ik krijg die vraag ook, hè, ja. Mensen bij ons zeggen ze, ja, hoe zit het met emoties? En je moet naar je emoties, naar je gevoel luisteren. Ik zeg maar, in mijn optiek is de emotie die je ervaart, je bent boos of je bent blij, is de betekenis die je geeft aan een bepaalde gedachte. Dus de gedachte, een hele snelle reactie, denk, want er gebeurt iets waarop jij heel blij kan reageren en Cindy kan denken, nou, ik ben heel verdrietig. Terwijl er hetzelfde gebeurt. Dus in mijn optiek is het altijd de betekenis die je geeft aan een gedachte die bepaalt jouw gevoel. Zie jij dat ook zo? Ja, maar ik wil daar nog één onderscheid in maken. Want het is inderdaad, doordat je een bepaalde betekenis, een bepaalde interpretatie aan een bepaalde situatie geeft, komt daar een bepaalde emotie uit voort. Ja. Dus dat delen we volledig. Alleen, een mens heeft een beschermingsmechanisme waardoor die soms bepaalde emoties niet wil voelen. En daar is het belangrijk om het verschil te snappen tussen een primaire en een secundaire emotie. Een primaire emotie die is verbonden aan een gebeurtenis of aan een wond. Een primaire emotie is, stel jij hebt goed nieuws gehad, nou, je bouwvergunning is rond, nou, vermoedelijk was je blij. En dan is die blijdschap, de primaire emotie, die hoort bij het feit dat je die bouwvergunning hebt gekregen. Een primaire emotie kan ook horen bij een wond. En ik ben in het verleden zo schil geweest als het maar kan. Ik heb één oog gehad die helemaal weg is gedraaid en de andere stond ook niet helemaal goed. Dus je kan, en dat heb ik vanaf mijn eerste gehad, je kan voorstellen dat ik gewoon in het verleden dat ik gepest ben. Want ik zag er anders uit dan anderen. Dus ik heb als kind heb ik gevoelens gehad van,
ik ben niet goed genoeg. Hoor ik er wel bij? En dat is natuurlijk zeker voor een klein kind, is erbij horen iets essentieels. Ik voelde een bepaalde machteloosheid. Want ja, ben ik vandaag de Sjaak? Of is dat andere kindje uit de klas die het krijgt? Dus je kan voorstellen dat er allemaal primaire emoties van eenzaamheid, verdriet, wanhoop, dat soort emoties naar boven komen. Maar die kan zeker een klein kind kan dat niet aan. Dus dat kunnen er twee dingen gebeuren. Die primaire emoties, die eigenlijk heel goed voor je zijn. Want als je ze zo voelen, dan maak je ze jezelf schoon van binnen. Je eet als het ware die emotie op, waardoor die weggaat en je niet meer zo'n last ervan hebt. En deze emoties, die zijn ook altijd kort. Vaak maar 10 seconden tot 2 minuten. Maar als je die tranen hebt, bijvoorbeeld, dan voel je van binnen schoon worden. Dus het zijn eigenlijk hele goede emoties. Maar zeker hoe heftiger situaties zijn en hoe op jongere leeftijd iets gebeurd is, komt er een overlevingsmechanisme tussen die zegt, dat wil ik niet voelen. En dan ga je of, zoals jij dat heel terecht noemde, Cindy, een wandelend hoofd worden. Want die emoties die zitten ergens in je romp. Dus wat is er dan slimmer om je lijf niet meer te voelen en alles op je hoofd te doen? Want daarmee hoef je je lijf niet te voelen. Dat is de ene kant wat er gebeurt als je die primaire emoties niet voelt. Je stopt ze weg eigenlijk. Ja. Iedereen voelt. Precies, ja. Juist. Ja, zeker. Je dekt ze heel goed af. Ja. Maar de andere optie is dat je er secundaire emoties van maakt. En een secundaire emotie die dekt de primaire emotie af, omdat die te pijnlijk en te heftig is. Dus de primaire emotie kan zijn van je bent afgewezen, je hebt de baan niet gekregen, je relatie zet je aan de kant, of nou, verzin het allemaal maar. Dan is de afwijzing, het verdriet, is de primaire emotie. Maar daar vaak komt een andere emotie overheen als boosheid, verontwaardiging. En die dekt dan de emotie af. En dat zijn secundaire emoties. En deze emoties zijn langdurig. Die kunnen uren, avonden, weken, maanden duren. En ze maken uiteindelijk niet schoon, want ze dekken iets af. En je moet dan denken in de trant van verontwaardigd zijn, boos zijn. Nou, wat wij vaak merken, mensen die heel erg gebrek hebben aan liefde, die kunnen heel boos reageren. Ja. Die kunnen heel boos zijn. Ja, zeker. En verontwaardigd en onterecht. Ja. En met de kennis die we nu hebben, door iets dieper te graven, blijkt dan iemand, dat is een schreeuw om liefde eigenlijk. Iemand voelt zich niet gezien. Ja. Maar als je dat niet weet, wat heel veel mensen natuurlijk niet weten, ontstaat er in jouw sociale omgeving een conflict, een situatie, omdat die twee mensen elkaar totaal niet begrijpen. Ja. Waar ze niks aan kunnen doen, denk ik. Ja, je ziet hier inderdaad dus die boosheid, dat is die secundaire emotie. Ja. En dat vinden we ook vaak vervelend als een ander ook in secundaire emoties schiet. Want daar lopen wij op leeg. Het is heel, bij jezelf is het verschil heel moeilijk om te voelen tussen primaire en secundaire emoties. Maar bij anderen kunnen we dat vaak loepzuiver voelen. We lopen namelijk leeg op secundaire emoties van de ander. En soms krijg... Wat bedoel je met leeglopen? Dat kost ons energie. Je hebt eigenlijk een gesprek met een vriend of vriendin. En aan het eind van de avond denk je... Precies. Nou, die is lekker leeggelopen. Een beetje dat gevoel. Dat is vaak, denk ik, secundair. Ik ben heel boos op mijn ex. En kijk eens wat hij allemaal heeft gedaan. En wat een eikel, wat een lul. En daaronder zit eigenlijk... Ja, ik ben verlaten. Juist. Ja. Precies. Ja. Juist. En dit soort mensen, die krijgen vaak ook, in mijn optiek, ook nog wel eens onverdiende complimenten van, wat kan jij goed bij je emoties komen? Wat kan jij goed boos zijn? Wat kan jij goed verdrietig zijn? Maar dat... Dat is helemaal niet dat waar. Het is een ander uiterste. Ja. Als een wandelend hoofd is de ene kant van het spectrum. Dus je voelt de emoties niet meer. Of je dekt ze totaal af met de secundaire emoties. Maar feitelijk voel je dan de emoties ook niet goed. En wat jij nu ook net heel, heel goed zegt van is iemand is boos bijvoorbeeld op zijn ouders geweest. Want vaak is er ook best wel iets te zeggen dat ouders bepaalde dingen niet even handig of adequaat aan hebben gepakt. En je kan ook best gelijk hebben dat je ouders iets onhandigs aan hebben gepakt. Alleen gaat jou dat niet helpen. Want ouders die geven wat ze kunnen geven.
En als ze meer hadden kunnen geven, dan zouden ze dat doen. En jij ziet dan vaak alleen maar dat stuk van je ouders wat je niet leuk vindt. Je hoort heel vaak van, ja, maar mijn vader of mijn moeder, die ziet mij niet. En mijn wedervraag is bijna altijd, kan jij wel je vader zien? Of je moeder zien? En vaak moeten ze dan toch bekennen van, nee, ik zie eigenlijk alleen maar dat minder mooie. En in mijn boek beschrijf ik dat ouders en überhaupt mensen, net zoals jij en ik, we zijn een package deal. We zijn al het mooie. Nou, dat is heel makkelijk om te ontvangen van je ouders. Dat, kijk maar wat fijne mensen, intelligente mensen hier zitten. Nou, dat komt ergens vandaan. Dus dank je wel, lieve papa en mama. Maar ook dat minder mooie, net zoals van mijn moeder, dat die heel slecht kon handelen met die angstgevoelens. Nou, en ook andere ouders die hebben ook onhandigheden gedaan of te veel, te weinig gegeven of echt objectief gezien misschien ook wel tekorten gegeven aan de kinderen. Maar dat hoort ook erbij. En ook alles waar je naar verlangt en niet krijgt, dat is het derde deel van de package deal. Dus ieder mens en je ouders inclusief zijn al het mooie, al het minder mooie en alles waar je naar verlangt en het gebrek. Juist. De tekorten. Precies. Ja. En daar heb je maar ja tegen te zeggen. Je kan wel gelijk hebben dat je ouders tekorten of onhandig hebben gedaan of je iets niet hebben gegeven wat je zo graag wilde hebben. Alleen, dan stijg je op in de fontein. Dat is de tweede manier waarom je niet goed op je plek kan staan. Dan heb je eigenlijk een oordeel over de bak boven je. Want eigenlijk zeg je daarmee, ik gun jou je plek niet. En daarmee zeg je, jullie zijn niet goed genoeg. Dus dan kom je erboven te staan. Maar je moet op jouw plek in die bak eronder staan om weer die fontein op te pakken. En het lastige dan is dat die kritische houding die jij dan op je ouders legt, die leg je ook op jezelf. En uiteindelijk ook op de hele wereld. En vooral ook vaak leidinggevenden, die moeten het vaak ontgelden dat mensen die nog iets met hun ouders uit te zoeken hebben, omdat ze vaak boos zijn op hun ouders, die zijn ook heel vaak boos op hun leidinggevenden. Dus zo herhalen die patronen zich. Oh, herkenbaar. Ja, maar, geen leidinggevende. Nee, precies. Zegt ook al iets. Dus alles is de schuld van je ouders? Nee, zo zou ik dat absoluut niet willen zeggen. Je hebt als kind... Ja, dat mag. Je hebt niks te eisen van je ouders. Nee, maar en het is wel heel veel fout gedaan. Dat hoor je toch vaak? Ja, dat horen wij wel heel vaak terug. Klopt. Als mijn vader is niet dit had gedaan of wel dat had gedaan. Mijn moeder, dan had ik... Ja, en dan zeg ik heel hard eroverheen, dat is jouw lot. En daar heb je jouw antwoord op te vinden. En iedereen die moet antwoord vinden op zijn of haar vragen. En daar gaan we niet in vergelijken, want dat doet er niet toe. Want jij moet antwoord vinden op jouw vragen. En de ander die moet antwoord vinden op zijn of haar vragen. Maar de kunst hierbij is om bij de ouders te laten wat van hen is. En aan te kijken wat van jou is. Dus als jouw ouders tekorten of je alcoholist zijn geweest of je verwaarloosd hebben of juist te veel beschermd hebben of wat dan ook, dat is van de ouders. Dat mag je daar laten. Wat is van jou? Dat je daardoor bepaalde patronen hebt ontwikkeld, dat je je eenzaam hebt gevoeld, dat je daardoor, verzin het allemaal, maar hebt ontwikkeld. Dat is van jou. En wat van jou is, kan je aan. En daarmee kom je op jouw plek. En je ouders, die gun je eigenlijk hun plek. Je zegt eigenlijk, jullie mogen zijn zoals jullie zijn. En daarmee mag jij zijn wie jij bent. Want je bent 50% je biologische vader en 50% je biologische moeder. Als je hen innerlijk afwijst, dan wijs je ook jezelf af. En dan kan je nog allerlei successen hebben en mooie dingen meemaken in je leven. Maar toch diep van binnen blijf je leeg. Want je weet diep van binnen dat je ouders niet kan en mag afwijzen. Maar zeg je dan ook, laat die kritiek op je ouders los. Ja. Laat dat gewoon. Ga lekker met jezelf aan de gang en niet je ouders proberen te veranderen. Nee, dat is meestal kansloos. Het enige wat je wel altijd mag doen, ook naar een bak boven je in de fontein. Je mag altijd feedback geven en grenzen stellen. Maar feedback is iets anders dan met een bezwerend vingertje van, dit is belachelijk en dit hadden jullie niet zo mogen doen.
Feedback is een beschrijving. Dit en dit is er gebeurd. Dit komt op mij over en het effect op mij is dit en dit en dit. Daarmee blijf jij op jouw plek. En de ander mag dan op zijn of haar plek blijven staan. Ja, ik heb even twee stukjes aansluitend op dit stuk ouders. Ouders geven aan kinderen wie ze zijn als mens en alles wat ze kunnen geven. De kinderen hebben dat aan te nemen. Een ander punt is, kinderen moeten nemen van hun ouders. Ze moeten zich voeden door aan te nemen. Ze mogen niets eisen van hun ouders wat zij hen niet kunnen geven. Een kind mag geen aanspraak maken op meer. Michael had afgelopen week best wel een aantal coachinggesprekken. En daar komt het thema ouders heel vaak in terug. Mm-hmm. En wat ik dan heel vaak hoor is van, ja, mijn ouders hebben nooit echt gezegd dat ze trots op me zijn. Mm-hmm. Of er zijn x en x situaties gebeurd. Ja, en daar hebben ze gewoon nooit sorry voor gezegd. Mm-hmm. Het is overigens niet het primaire waar ze mee komen. Er is altijd een probleem. Yeah. Mm-hmm. Met twee vragen prik ik daar doorheen. En de derde vraag is, nou zeg het maar, is het je moeder of je vader? Want bij de derde vraag kom ik daaruit, dus daar kunnen we ook mee beginnen. En dan is bij heel vaak, het is denk ik, driekwart is vader en af en toe moeder. En daar zit, wat Cindy zegt, daar zit dus iets. Mm-hmm. Waarom moeten ouders trots op ons zijn? Of moeten ze dat? Of waarom willen wij die waardering? Ja, waarom willen wij die waardering? Dat is een betere vraag. Waarom willen wij die waardering van onze ouders? En als dat niet komt, zelfs als je 50 bent, wil ik eigenlijk nog steeds, hoor ik heel vaak terug, toch die waardering van je ouders hebben, dat we het eigenlijk wel goed doen. Ja. Als mens zit je in heel veel verschillende systemen, dan wel fonteinen. Mm. En het systeem wat blijkbaar het meeste, de meeste invloed op je heeft in hoe je gevormd wordt, in je patronen die zich daarna, die daardoor ontstaan, dat blijkt toch je systeem van herkomst te zijn. Dus daarom wil je toch, je wil gezien worden door je ouders. Want ook een kind dat wordt afgewezen door zijn ouders, om wat voor reden dan ook, die neemt dat heel vaak persoonlijk. Want een kind die denkt van, een kind die heeft een hele grote diepe liefde voor de ouder. Want die weet diep van binnen, ik ben 50% papa, 50% mama. En zonder hen was ik er gewoon niet geweest. Dus diep van binnen weet elk kind dat hij een hele grote liefde heeft voor de ouders. En het kan in een eerste instantie niet bij een kind op dat een ouder een beetje vreemd of raar is. Dat hij wat ander gedrag vertoont. Een kind gaat in eerste instantie altijd bij zichzelf te raden, wat doe ik niet goed? Want de liefde voor het kind voor de ouders staat het niet toe dat er iets met de ouders aan de hand is. Dus dan is het makkelijker om tegen jezelf te zeggen, als ik maar mooier, slimmer, liever, weet ik veel wat was geweest, dan was het goed gekomen. Maar je gaat eigenlijk heel erg overcompenseren. Precies. Alleen, soms kunnen je ouders je niet zien. En dat heeft helemaal niets met jou te maken. Want achter jou kan soms een zogenaamd dubbelbeeld staan. Een ander persoon waar misschien je moeder nog iets mee uit te zoeken heeft. Misschien wel met haar moeder. En soms projecteert ze ook dat soort beelden op jou. Of waardoor jij het gevoel hebt van, ja, maar ik word uitgescholden of ik doe het niet goed. Maar de vraag is of dat in essentie voor jou is, of dat het misschien ook niet voor iemand anders bedoeld is. Nou, dat is heel verwarrend voor een kind. En die gaat daardoor onzeker worden, die voelt zich niet gezien, terecht. Want die moeder kan zo'n kind dan ook op bepaalde momenten niet zien. Alleen, daar kan jij als kind niks aan doen. Dus daarom is het wel heel goed om te snappen dat dat bepaalde dingen heb jij geen invloed. Hoe jouw moeder naar je kijkt, kan je op zijn hoogst veranderen door feedback geven, grenzen stellen. Maar wat zij nog systemisch met haar ouders weer uit te zoeken heeft, daar heb jij geen invloed op. Maar de kunst gaat dan wel om haar te blijven zien. Maar terug naar jouw vraag van waarom willen we zo graag die waardering van de ouders? Omdat dat zo veel goeds tot stand brengt. Want daarmee kom je over het algemeen goed op jouw plek in de fontein te staan. En als jij je moeder helemaal boven je kan zetten in de fontein, in die hele package deal, al dat mooie, al dat minder mooie, en ook alles waar je zo naar verlangt en niet krijgt, daarmee krijg je het vermogen om je te verbinden met iemand anders. Want zoals jij je verbonden hebt met je moeder,
innerlijk, bepaalt je vermogen hoe je je met je partner kan verbinden. Dus even heel simpel. Jij kijkt nu Michael aan. Mm-hmm. Als jij naar Michael kijkt, zie je achter Michael, zie je niet, maar ze staat er wel, daar staat jouw moeder. Mm-hmm. Hoe jij verbonden bent met jouw moeder bepaalt jouw maximale vermogen hoe je je kan verbinden met Michael. Dus als jij haar in de fontein innerlijk afwijst. Helemaal afwijst... Ja. Dan kan je in essentie niet verbinden met Michael. Mm. Dat wil overigens niet zeggen dat je geen goede relatie kan hebben... want een relatie is ook die uitwisseling van geven en ontvangen. Dat kan heel waardevol en heel, heel fijn zijn. Maar je ten diepste verbinden en op elkaar kunnen leunen... dat lukt pas als je je moeder erachter zet. En bij jou, als jij naar Cindy kijkt... staat ook, maakt niet uit of je man of een vrouw bent... achter jouw partner, Cindy, staat jouw moeder. Niet mijn vader? Nee, dan staat jouw moeder. Dat geldt voor iedereen. Okay. Dus iedereen die moeilijk heeft om relaties in stand te houden... relaties aan te gaan... dan kan je eigenlijk uittekenen dat daar nog iets met de moeder uit te zoeken is. Dus dat is altijd zo? Ja. Dat is eigenlijk gewoon een soort... achter de komma weg te cijferen. Ja, precies. Maar dit is een vraag die wij echt veel krijgen op events. Ja. Het lukt mij maar niet om een partner te vinden. En dan de goede partner. De goede partner. Ja. Of iedereen zegt, hoe kan het nou zijn dat jij nog steeds vrijgezel bent? Ja. En ik ben al jaren vrijgezel. Het lukt me maar niet om die relaties in stand te houden... Elke keer loopt het weer mis. Ja. En als je die persoon dan kent, denk je... nou, het is toch ook eigenlijk een hartstikke leuk mens. Waarom lukt dat nou niet? Ja. Ik zou dan doorgaan vragen naar... of in ieder geval gaan uitzoeken. En dat kan ik dus doen door middel van een familieopstelling. Dit is wat ik doe. Ja. Ik ga dus uitzoeken van waar staat ze in de fontein? Is deze persoon die het niet lukt om relaties aan te gaan... zorgt ze niet op een bepaalde manier voor de moeder? Of is ze misschien niet stiekem toch een beetje boos op de moeder? Waardoor je ook je moeder afwijst. Waardoor ook dat patroon gaat. En dat kun je oplossen? Ja, zeker. Maar nou is die moeder net overleden. Ja, en dat maakt geen bal uit. Oké, want dit is wat mensen ook zeggen. Ja, dat maakt geen bal uit. Je kan altijd je innerlijke houding veranderen ten opzichte van je ouders. Want het zit in jou en niet in de ander. Precies, en dat is het goede nieuws. Het gaat er alleen maar om hoe jij... innerlijk naar je ouders kijkt. Het dagelijks leven doet er niet toe. Het maakt dus niet uit wat je ouders wel of niet gedaan hebben. En daarmee kan je dus altijd, ook als jij heel graag een goede relatie wil... ga innerlijk met je moeder aan de slag. Wat is daar aan de hand? Wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Als je is je met je moeder aan de slag? Ja, heb je dan nog iets... op te lossen met je moeder? Mogelijk. Want te accepteren? Misschien te accepteren. Het hangt helemaal vanaf wat de dynamiek is die ik daar dan tegenkom. Mm. Op het moment dat jij altijd voor je moeder gezorgd hebt... omdat zij kennelijk zo een behoefte heeft aan een goede band met de kinderen, bijvoorbeeld... dan ga je als kind je ook wat aanhankelijker opstellen... Je hoort soms wel eens dat moeders en dochters tegen elkaar zeggen... wij zijn elkaars beste vriendinnen. Nou, dan krijg ik echt het Spaans benauwd. Want dat is een moeder die geen verantwoordelijkheid wil nemen. Dat is een moeder die eigenlijk zegt... ik wil op hetzelfde niveau komen als mijn dochter. Terwijl een kind heeft een moeder nodig. En deze persoon... En dat kind gaat dan vaak ook beamen. Nee, natuurlijk, mama, jij bent mijn beste vriendin. Want het kind wil niks liever dan dat het de moeder goed gaat. Dus die beaamt dat. En die zou dat gevoelsmatig ook nog best wel oprecht menen. Maar diep van binnen zorgt dit kind al voor de moeder. En die is al opgestegen boven de moeder. Dit kan dus alweer gevolgen hebben voor je relaties. Dat je daardoor je eigenlijk niet kan verbinden met andere mensen. Maar ik kan me voorstellen als man, stel jouw vader is uit beeld gegaan, omdat je ouders gescheiden zijn. Ja. En als man ga je, denk ik, je moeder dan naar je zin maken. Dat zou heel goed kunnen. Ja. En hoe uitzicht dat dan later in de relatie bijvoorbeeld? Je ziet zeker dat de jongens die naast de moeder zijn komen te staan... omdat de vader of overleden is of weg is...
dan, ik ben nu de man des huizes. Dat wordt soms ook wel eens met een grapje gezegd. Ja, dat is eigenlijk funest. Bijna net als een dierenroedel. Ja, bijna. Ja. Ja, terwijl dat nooit de plek van het kind is. De plek is altijd in de bak eronder. En op het moment dat je de vader de plek niet gunt, dan wijs je ook nog eens je vader af. Je zorgt dus voor je moeder, maar je gaat ook nog eens op de plek van de vader staan, om wat voor reden dan ook. En daarmee wijs je dus ook nog eens je vader af. Dus dan ben je dubbel, ben je, heb je patroon. Ik kan je volgen, maar toch, weet je, in de praktijk is het een heel logisch gevolg. Mm-hmm. Want jij bent de oudste, dus jij gaat voor je broertjes en je zusjes zorgen. Ja. En voor je moeder. Zonder kwade bedoeling dat je zegt van ja, wijs mijn vader af of ik wil iets verstoren, maar ik moet helpen. Ja, klopt. En dit is inderdaad wat er dus vaak gebeurt. Echt vanuit ook heel vaak hele goede intenties gebeurt dit. Word je vanuit jouw bak, kom je in een andere bak terecht. Alleen, tijdelijk is dat ook geen enkel probleem. Maar als dit lang voortduurt, dan gaan zich die patronen die dan ontstaan, die blijven zich herhalen. En dan ook jouw vraag van als dan de zoon naast de moeder is gaan staan. Dit zijn vaak mannen die in de toekomst allerlei vrouwen willen gaan redden. Maar ik heb wel een aantal mensen die het terugkerend patroon hebben met elke keer een vrouw die veel gedoe heeft. Ja, precies. Ja. Nou, dan kan je uittekenen dat deze man vrijwel zeker voor zijn moeder gezorgd heeft. Okay. Dus jij zoekt, je trekt het niet aan, maar jij zoekt gedoevrouwen uit. Juist, precies. Dat is mooi omschreven. Je zoekt altijd, je zoekt de verkeerde man uit. Ja. Je trekt ze niet aan. Precies. Dat is jouw target. Ja, klopt. Maar dat is dus andersom dan. Dan zijn natuurlijk vrouwen die continu maar in de verkeerde relatie of bij een alcoholist blijven. Ja. Of is dat hetzelfde? Zijn die vrouwen dan? Heeft het ook met de vader te maken? Dat hangt er vanaf. Het kan zowel de vader als de moeder zijn. Maar op het moment dat je te lang in een relatie blijft hangen die niet goed voor jou is, dan heb je vrijwel zeker een patroon dat je makkelijker geeft dan ontvangt. Want als iemand heel lang niet goed voor zichzelf kan zorgen, tijdelijk is dat nooit een probleem, maar als dat altijd het patroon weer is, dan vind je dat waarschijnlijk normaal. Want je bent opgestegen, waardoor je dus het patroon hebt dat je makkelijker geeft dan ontvangt. En dat herhaalt zich. Dus daarmee neem je ook eigenlijk misschien wel genoegen met een relatie die waar als je wel goed in de fontein zou staan, dat je daar geen genoegen mee neemt, omdat je dan het gezonde gevoel ontwikkelt, ik wil ontvangen. En tijdelijk mag geven en ontvangen in een relatie best uit balans zijn. Dat is helemaal niet erg. Maar op een gegeven moment moet het wel op een bepaalde manier weer vereffend worden. Je hebt het telkens over patronen. Ja. Iedereen heeft een bepaald patroon. En die patronen, dat kun je eigenlijk uittekenen. Ik weet niet hoeveel patronen er zijn. Dat lijkt me vrij overzichtelijk. Ja, er zijn een paar hoofdpatronen die je ziet. En daar zitten natuurlijk alle nuances in die je kan maken. Jij werkt ook met heel veel mensen. Wat zijn de meest voorkomende patronen waarvan je zegt van dit zijn nou echt veel voorkomende problemen die mensen in het dagelijks leven ervaren? Ja. Nou, een van de patronen die ik ook heel veel zie is dat ze zeggen, ik ben eigenlijk nooit tevreden over mezelf. Ik vind mezelf niet oké. Dat is een patroon wat ik heel vaak hoor. En ik ben altijd zo onzeker. Daar kan ik, als ik naar het familiesysteem kijk, kan ik eigenlijk altijd op terugvoeren dat iemand de bak erboven, een van de ouders, afwijst. Dus daarmee zeg je eigenlijk, ik accepteer die package deal niet. Dus daarmee wordt die kritische houding op de ouders, die wordt ook op zichzelf geprojecteerd. Dus dat is eentje die ik heel veel zie. Dit is gebrek aan eigenwaarde. Juist, precies. Je hebt heel veel mensen. Hè? Zekers. Maar dat krijg je op het dat gaat weg op het moment dat jouw ouders mogen zijn wie ze zijn, dan mag jij worden wie je bent. En dan ga je pas tevreden worden. Maar je zegt het heel mooi, maar hoe kun je, ik kan me voorstellen, er zijn mensen die luisteren en die denken, mijn moeder mag zijn wie ze is en mijn vader. Ja.
blijft een eikel. Maar oké, okay, nou ja, dan mag die zijn wie die is. Ja, ja. Is het dan nu opgelost? Mm-hmm. Hoe doe ik dat dan? Ja, maar je ziet ook al in dit voorbeeld, zoals jij het nu noemt, er zit nog heel veel boosheid in. Ja. Boosheid is een secundaire emotie die de primaire afdekt. Dat is eigenlijk van, lieve papa, mama, ik heb je zo gemist. Ik heb je zo nodig gehad. Ik heb me zo alleen gevoeld. Nou, en die gevoelens, die zijn van jou. En daar moet jij een antwoord op zien te vinden om schoongemaakt. Nog een keer, voor jouzelf. Ja. Ik zou niet dan naar mijn vader of mijn moeder hoeven van, joh, nee. Ik ga moet het gesprek aan. Het gesprek dat je met kan, jezelf aan. Ja, in eerste instantie met jezelf. En natuurlijk, het kan helpen door toch op een bepaalde manier een gesprek met je ouders aan te gaan. Om gewoon ook aan te geven hoe bepaalde dingen voor jou gevoeld hebben, hoe jij het ervaren hebben. Maar zonder dat bezwerende vingertje. Ja. Maar waarschijnlijk, sorry dat je onderbreekt. Nee, geeft niet. Als je dat bij jezelf hebt opgelost, kun jij waarschijnlijk daarna dat gesprek aangaan zonder weer in die conflict situatie te waarschijnlijk, komen. Waarschijnlijk, ja. Die kans is, dat zie ik dus heel vaak. Dat, en dat voelen ouders dus dan ook, dat het kind niet meer zo veel eisend, agressief, veroordelend is. Ja. Waardoor een ouder ook een ouder kan worden en het kind kan zijn. Want stel je voor, stel dat jij kinderen zou hebben. En jouw kinderen zeggen later, stel dat jij je vader zou zijn, ja, papa, dat heb je slecht gedaan, heb je dom gedaan, heb je onhandig gedaan. Heb je ook wel van, kijk eens wat ik ook wel gedaan heb en wat er ook wel goed is gegaan. Dus het is wederom die hele package die je hoeft. Nou, dat is wel boeiend wat je zegt, want dit is natuurlijk vaak wat je hoort in oude kindrelaties. Dat het kind kijkt altijd naar wat de ouder niet heeft gedaan. Mm-hmm. En die ouders zeggen altijd, ja, maar ik heb alles voor je gedaan. Ja, ik heb school betaald en ik heb je speelgoed gekocht en kleding. Ja. Ik was er altijd voor je. Huiswerk met je gemaakt. Zijn we dan ook voor dit is wel een patroon wat wij heel vaak zien. Met name bij vrouwen eind 40, begin 50. Die kinderen gaan het huis uit. Ja. Ineens heeft die moeder geen rol meer. Want die denkt, het kind is weg. Mijn baan houdt op te bestaan. Ja. En dan horen we vaak van, oké, dit is dus wat ik ervoor terug ga. Ja. Heb ik mijn hele leven alles voor jou gedaan? Ja. Kom eens een keer op bezoek. Ja, en zie eens wat hier gebeurt. Als je naar de fontein kijkt, je hebt een bak. Dus ik pak even het voorbeeld van deze mevrouw waar de kinderen nu ongeveer het huis uit zijn en die het moeilijk heeft. Deze mevrouw die heeft ook ouders gehad. Ik ga er even vanuit dat deze mevrouw opgestegen is boven haar ouders. Want haar ouders hebben misschien ook bepaalde dingen niet goed gedaan of onhandig gedaan. Ze heeft zichzelf boven haar precies. ouders. Precies. Dus dan is deze vrouw is behoeftig. Want ze heeft niet op haar plek in de fontein gestaan om dat op te vangen. Hoe kan iemand dit patroon doorbreken? Het is even complex als makkelijk als het die paradox zit erin. Het enige wat jij hoeft te doen is te zorgen dat jij op jouw plek in de fontein komt te staan. Want als jij op jouw plek in de fontein komt te staan, voelen de kinderen niet meer dat jij behoeftig bent. Waardoor zij vrij hun maar eigen leven praktijk, kunnen. Maar in de praktijk, wat zou deze mevrouw kunnen doen die een beetje boos is? Die zou ik in eerste instantie eens gaan met haar gaan praten, dan wel in een opstelling gaan kijken van, hoe kijk jij nou echt naar je ouders? En dat kan soms anders zijn wat je met je hoofd bedacht hebt dan wat een opstelling laat zien. Want een opstelling is een methode waarin we met behulp van andere mensen gaan kijken hoe die fontein dan stroomt. En soms zeg ik al wel tegen mijn cliënt die dan naast me komt zitten, volgens mij ben jij heel erg boos op je moeder. Nee, ik ben nog nooit boos geweest op mijn moeder, wordt er dan gezegd. Nee, nooit. En in de opstelling blijkt dan dat die vrouw zo boos is van, ik moest altijd de wijste zijn, ik moest voor jou zorgen, ik heb daar. Maar dat is die weggestopte emotie, die is zo ver weggestopt. Precies, juist, ja. Oké. Okay. Ja. Zeker mensen die heel rationeel zijn ingesteld, die kunnen soms niet bij bepaalde plekken in hun lichaam komen. En opstellingenwerk, die zorgt dat je daar gewoon komt. En dat maakt dus schoon van binnen. En daardoor ga je ook je lijf beter bewonen. Ik praat altijd, wat jij volgens mij, Cindy, aan het begin ook zei van, tijdens de intake ook van, ik wil je ook helpen om nog beter je lichaam te laten bewonen. Want je zorgt goed voor jezelf, je eet gezond, je doet aan meditatie. Maar dat wil niet zeggen dat je lichaam goed bewoont. Want als je moeilijke
dingen hebt meegemaakt, heb je plekken in je lijf waar je eigenlijk niet naartoe wil, omdat daar ook hele contrasterende emoties in zitten van boosheid, maar ook liefde en wanhoop. En dat wil je op een gegeven moment niet voelen. Dus dan krijg je een soort van gatenkaas in je lijf van plekken waar je niet bij kan komen. En juist ook door opstellingenwerk zorg je dat je eigenlijk die plekken weer erbij gaat betrekken, waardoor je weer heler wordt. En waardoor je ook makkelijker in je lijf kan wonen, waardoor je ook iets minder naar je hoofd gaat. En nu hoor je mij niet zeggen dat je nooit meer iets met je hoofd zou moeten doen. Integendeel, ik ben heel blij dat we een hoofd hebben en dat we heel goed kunnen nadenken. Maar ik vind de combinatie van je hoofd en je wijsheid van je lichaam, die brengt pas echt iets goeds tot stand. Maar daarvoor moet je wel je lijf bewonen. En mijn ervaring is, ik mag ook echt masters in yoga die echt enorm ervaren daarbij zijn. Zelfs zij hebben, wat ik dan noem een gatenkaas, omdat ieder mens wel ergens een trauma heeft, een moeilijk iets heeft. En dan krijg je dat ook schoon. En dan komt er nog meer potentieel van jezelf beschikbaar. Wat vind jij vanuit alle ervaring die je nu hebt en alle kennis met alle mensen met wie je werkt, wat we eigenlijk allemaal zouden moeten weten of leren wat we niet hebben geleerd en dus niet weten? Dat is een boeiende vraag. Ik denk dat mensen zouden mogen realiseren dat het systeem van herkomst zoveel meer impact heeft dan je kan bevroeden. Daar zitten zoveel meer loyaliteiten en verborgen dynamieken in voort die in je dagelijks leven verder weer tot uiting komen. En dat zouden ze moeten realiseren, dat vaak, zoals ik het ook soms noem, het ontbrekende puzzelstukje is waardoor bepaalde zaken net niet gaan stromen. Want jullie zullen ook ongetwijfeld deelnemers hebben, cliënten hebben die bereid zijn om gedisciplineerd te zijn, die bereid zijn om naar zichzelf te kijken. Maar toch lukt het niet om bepaalde patronen te doorbreken. Nou, dan kan je uittekenen dat met het systeem van herkomst te maken heeft. En daar zitten nog veel meer ingewikkelde dynamieken. Daar kan ik een andere keer ook nog wel eens een keer iets over vertellen. Maar in essentie moeten ze snappen, je systeem van herkomst bepaalt jou in grote mate. En de patronen die je daarin laat zien, hoe jij dus op welke plek je in die fontein staat, innerlijk, dat patroon herhaalt zich in je leven. Ik heb denk ik nog twee vragen die ik wil stellen. Een van de meest gestelde vragen is, indirect, niet dat iedereen dit letterlijk zo vraagt, maar uiteindelijk vraagt bijna iedereen, help, wie ben ik? En die vraag wordt op vele manieren gesteld. Ja. Als in, hoe vind ik mijn passie? Nou, je weet niet wie je bent. Hoe weet ik wat ik leuk vind? Waarom vind ik nooit een goede partner? Waarom gaat het eigenlijk nooit zoals ik wil, is dan de vraag. En die herleid ik dan van, je weet niet wie je bent. Dus hoe komt het dat zoveel mensen niet weten wie zij werkelijk zijn? Dat komt, zoals ik het zie, omdat je niet goed in de fontein staat. Ken je dat liedje van Stef Bos van Lieve Papa? Ja. Ik lijk zoveel op jou en zo had ik helemaal niet willen worden. Nou, diep van binnen weet jij dat jij 50% je vader en 50% je moeder bent. Als je hen op bepaalde manier afwijst, dan installeer je bij jezelf het patroon wat je afwijst bij je ouders. Het is een ingewikkelde. Dat wat je afwijst bij je ouders, dat installeer je bij jezelf vanuit onbewuste loyaliteit, omdat je diep van binnen weet dat je je ouders niet kan afwijzen. Dus als dit soort dynamieken spelen, dan kan je jezelf ook niet zijn. Dus dan pak je patronen over die niet van jou zijn. Dus dan kom je ook niet bij jezelf. En als je daarbij ook nog eens met name je vader afwijst, dan krijg je bewijsdrang. Dat kan je ook uittekenen. Iedereen die extreme behoefte aan bewijsdrang heeft, die heeft nog iets met zijn vader uit te zoeken. En op het moment dat je je vader boven je kan zetten in de fontein, in de hele package deal, en je laat los wat niet van jou is en je kijkt aan wat van jou is, dan wordt die bewijsdrang op miraculeuze wijze omgezet in jouw natuurlijke daadkracht. Dus dan pas kan je jezelf eigenlijk echt worden.
Omdat anders allerlei gekke patronen zich gaan herhalen. En als je je moeder afwijst, ja, dan ga je in relaties ga je die patronen die je bij je moeder gedaan hebt ook herhalen. Nou, dus dan ben je ook niet jezelf en dan weet je ook niet wie jezelf bent. Dus je moet afdalen naar jouw plek om eigenlijk pas echt te kunnen worden wie je bent. Omdat anders al die dynamieken vanuit het familiesysteem de overhand gaan nemen. En vanuit daar kan je dan je eigen leven echt gaan leiden. En dat is soms spannend, want als je sommige mensen zeggen echt van, wow, het is eigenlijk best een beetje eng om af te dalen. Want ja, nu kan ik ook niemand meer de schuld geven. Nu ben ik zelf helemaal verantwoordelijk. En ja, wat nu? En dan heb je bakens nodig als waarde die je als innerlijk kompas kan gebruiken, et cetera. Maar dan kan je pas eigenlijk echt worden wie je in essentie bent. Mooi, ja. Ja. Ja, die persoonlijke waarden waren voor ons een aantal jaar geleden ook echt een hele mooie opdracht. En wij hebben hem onlangs weer even samen opnieuw gedaan. Omdat je onbewust, denk ik, de persoonlijke waarden van je vader of moeder meeneemt. En daar eigenlijk heel vaak naar gaat leven. Je hebt dat ook, heel veel mensen hebben het zoals over die stemmetjes. Ja. En jij hebt wel eens gezegd, je hebt meerdere moeders. Je hebt de hele beschermende moeder, zoals jij had. De afkeurende moeder. Dat kan alles hebben, ja. Dat is dat stemmetje. En je gaf een keer het grappige voorbeeld. Bijvoorbeeld, en het kan in alles doorwerken daarna, als jij dus eigenlijk niet jouw persoonlijke waarde heel duidelijk voor jezelf een keer hebt gedefinieerd en ook weet en naar gaat leven. Stel, jij wil heel graag een cabrio kopen. Maar jouw moeder was dat heel afkeurend over dat soort dingen. Dat doe je niet, dat is gewoon blasé, dat hoort niet. Zonde van het geld. Zonde van het geld. En eigenlijk, diep van binnen, zou jij dat eigenlijk wel willen. Dat ga je eigenlijk niet doen. Of sommigen gaan het wel doen, maar blijven altijd een beetje met zo'n schuldgevoel in die auto rijden. En dit is een heel praktisch voorbeeld. Maar dit gebeurt met alles. Met ook in de keuze van je werk. Of eigenlijk maar het bedrijf van je ouders overnemen. Terwijl je dit eigenlijk helemaal niet wilt. Precies. En er 20 jaar later achterkomen dat je het leven van je vader bent gaan leven. Om hem maar te plezieren. Yes. En totaal niet meer heb gekeken naar jouw persoonlijke waarden. Maar het leven maar over heb genomen. En eigenlijk een beetje toeschouwer van het leven bent genomen. Geworden. In plaats van dat je eigen leven bent gaan leven. Ja, en dan ben je dus eigenlijk ben je weer dat lieve, brave jongetje of meisje geworden. Ja. Die het leven van wat je vader in gedachten had voor jou, om dat maar te gaan leven. Ja. En om daaruit los te breken, moet je je schuldig kunnen voelen. Maar dan moet je dus wel je lijf kunnen bewonen om dat uit te houden. Ja. Dit staat ook allemaal in jouw boek. Ja. Mogen we er eentje weggeven? Uiteraard. De Fontein. Ja. Dat is een goed idee. Ja. We geven één boek weg. De Fontein. Ja, hier staat het allemaal in. Het boek is ook te koop in de boekhandel. Ja. Ook bij jou op de website. Website. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen voor mensen die vandaag de podcast hebben geluisterd, dat het wellicht wat, ja, het gaat een beetje van links naar rechts. Het is misschien je eerste wiskundeles. En dat je denkt, waar gaat dit over? Het boek helpt in ieder geval enorm om het wat inzichtelijker te maken. Maar absoluut een aanrader voor iedereen om eens naar te kijken van, hoe kijk ik eigenlijk naar mijn ouders? En mogen ze zijn wie ze zijn? Want dan mag jij ook zijn wie jij bent. En dat legt dit boek heel mooi uit. Winnaar maken we bekend in de post bij deze podcast. Daar vind je de naam van de winnaar. En ik wil je heel erg bedanken. Echt bijzonder boeiend om dit te horen. En leuk om ook te zien hoe jullie dat dan elke maand samen doen. Dankjewel. Nou, heel fijn dat dit mag doen. En ik denk ook dat jullie ook zulk ongelooflijk goed werk doen bij mensen, door ze bewust te maken, aan de slag te laten gaan. En dan komen ze soms dus tot de ontdekking van, ik loop ergens vast. Nou, dat zit misschien in het familiesysteem. En doordat, als ze dat weer aankijken, dan kunnen ze wat jullie ze allemaal aanreiken ook nog weer beter toepassen. Dus dat mooi. Ja. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. En dank voor het luisteren naar deze Master Your Mindset podcast. Graag tot de volgende keer.